bij de afsluiter van het AI-fest vandaag. Leuk om te zien dat heel veel van jullie tot aan het eind zijn gebleven of misschien net zijn aangehaakt, speciaal voor Kees. Ik ben Margot Kusters. Ik mag onze laatste spreker van vandaag aankondigen. Ik weet niet of er een slideje staat, dan stel ik mezelf voor. Ik ben coördinator van een van de kenniscentra van de Haagse, maar vandaag vooral een van de vele collega's die dit programma, maar ook de hele workshopreeks er naartoe heeft opgezet. Sascha zien jullie dadelijk ook nog, dat is een van de wel mede-aanjagers, mag ik zeggen. Maar sowieso alvast dank aan alle collega's die vandaag hebben bijgedragen. Voor nu eerst even voor aandacht voor onze laatste spreker van vandaag, Kees Verhoeven. Toch wel, mag ik zeggen, denk ik, al sinds lang pleitbezorger van digitale technologie, maar vooral ook de schaduwkant daarvan. Dus zowel pleitbezorger als ook al bewaker van onze privacy. 11 jaar lang als Kamerlid voor D66, daar met toen nog een klein clubje mensen, denk misschien wel roepende in de woestijn af en toe, maar goed volgehouden. En er ligt nu een basis voor een politiek en een overheid die wat sneller kan reageren op nieuwe digitale technologie en nieuwe ontwikkelingen. Misschien vind jij dat het allemaal nog wel sneller moet. Dat blijkt ook wel, want je bent sinds 2021 ben je zelfstandig consultant. Maar niet minder maatschappelijk betrokken daarmee. In begin dit jaar leuk boek verschenen, De Democratie Crasht. Leuke leestip voor iedereen die misschien nog iets bezorgder wil worden over digitale technologie. Maar ook wil zien waar de kansen liggen. En deze week nog vrij uitgebreid in het nieuws met de AI-petitie. Maar waar ik in ieder geval het mooiste onderdeel van vond, laten wij nou zorgen dat wij als mensen zelf vormgeven aan hoe die toekomst met AI eruit ziet. Dus met die hele mooie boodschap geef ik jou heel graag het woord. Oké, zo. Nee, ik wist wel hoe het werkte, maar ik vergat het alleen even te doen, in mijn enthousiasme. Wat ik tot nu toe gezegd had, was niet heel belangrijk. Maar ik denk dat heel, nou wel eigenlijk belangrijk, dat heel goed is dat jullie dit doen als Haagse Hogeschool. Dus Robin en alle collega's, Margot en alle mensen die dit doen. Super om hier de discussie over te voeren en er ook een feest van te maken van die discussie. Wat mij betreft is dat ook het doel. Ik zal natuurlijk een paar inleidende gedachten over het onderwerp doen, zoals het een gastspreker betaamt. Maar het zou wel echt leuk zijn als we ook met elkaar in gesprek raken en wat vragen en ook opmerkingen of gevoelens naar voren komen. Dus daar nodigen jullie ook echt toe uit. Dat mag ook al gewoon gelijk tijdens mijn verhaal. Dus steek gewoon je vinger op of zo, dan kunnen we daarover praten. En anders dan ga ik gewoon mensen een beurt geven. Nee hoor. Maar ik ga wel, het zou wel leuk zijn als we gewoon met elkaar het gesprek aan kunnen. Nou, en daarna gaan we dus gezellig aan de borrel. Wat mij betreft maken we er nog even een leuke drie kwartier van. Ja, AI, dat is natuurlijk een mega groot onderwerp. En als je aan mensen vraagt, AI, dat is toch echt iets van de laatste tijd. Voor heel veel mensen is het natuurlijk pas echt weer extra gaan leven. Ik denk dat de meeste mensen wel wisten wat AI was. Maar AI is natuurlijk vooral weer gaan leven door de ontwikkeling van ChatGPT. Die natuurlijk niet zozeer een nieuwe doorbraak was, als wel een hele laagdrempelige toepassing. Dus daardoor is de wereld van AI eigenlijk weer veel meer in de buurt van bijna iedereen gekomen. En dat raakt nu dus ineens weer veel meer mensen. Kijk, ik was zelf heb ik AI eigenlijk een beetje voor het eerst leren kennen toen ik, nog wel in de Tweede Kamer zat. Ik denk dat het 2018, 2019 is geweest. Toen heb ik er een keer een boek over gelezen en dat was in de trein naar Wintersport. En dat heette Life 3.0. Life 3.0. Wie kent het boek? Ja. Nou, 2 of 3 mensen. Dus echt best wel een aanrader. Want dat is een boek van een natuurkundige over zijn huidige opvattingen en bewegingen op het gebied van AI. Kan je overigens wel je twijfels of je gedachten hebben. Maar hij is een natuurkundige en hij heeft in ieder geval op een hele goede manier uitgelegd dat er eigenlijk geen natuurwetten zijn die vergaande kunstmatige intelligentie mogelijk maken. Dus het is echt een aanrader om gewoon eens even het perspectief van, goh, hoe werkt het dan precies natuurkundig en fysisch? Want je hebt heel erg snel de neiging om een soort abstract gevoel bij te ontwikkelen. En het is eigenlijk gewoon keiharde natuurkunde. Neurale netwerken, dat soort dingen. En hij legt dat fantastisch uit. Dus het is zijn gedachte over, want hij gaat ook zover dat hij zegt van, nou, AI kan in theorie de mensheid gaan uitroeien. Nou, daar kom ik zo nog even op dat aspect. Wil ik jullie mening ook graag over horen.
Maar hij legt het in ieder geval, hij legt de natuurkundige basis van computerintelligentie legt hij fantastisch uit. Nou, een andere pionier op het gebied van AI is natuurlijk Turing geweest. Die eigenlijk de eerste was die eigenlijk bedacht van ja, we moeten eigenlijk op een bepaalde manier ook kunnen gaan uitvinden of die menselijke intelligentie na te bootsen is door computers. En hij heeft de Turing-test bedacht. En dat was natuurlijk een van de belangrijke momenten. Jaren 50 hebben we het dan over. Hè? Dus stiekem alweer 75 jaar geleden. Een aantal jaar later is eigenlijk zeg maar het hele programmatische onderzoeksgebied AI ontstaan. Dus AI bestaat eigenlijk, als het gaat om onderzoeksprogramma's en wetenschap, bestaat AI toch ook eigenlijk alweer 60 jaar. Dus dat is natuurlijk eigenlijk al heel lang. Dan is er ook een soort van periode geweest dat het eigenlijk best wel stil viel. Maar met name sinds de doorbraken naar neurale netwerken, machine learning, zelflerende systemen, zie je eigenlijk dat het een gigantisch onderzoeksgebied geworden is. Ja, en je kunt er op hele verschillende manieren over denken. Dat gebeurt ook. In de Verenigde Staten is het debat zelfs heel erg aan het polariseren. Daar staan mensen echt tegenover elkaar. Je ziet dat nu hier ook een beetje gebeurt. Met die AI-petitie merkte ik ook dat de existentiëlen en de niet-existentiëlen tegenover elkaar staan. Hè? Dus is het een risico dat AI de mens gaat uitroeien? Er zijn mensen die dat wel mogelijk achten of waarschijnlijk achten zelfs. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nee, als dat de discussie wordt, dan voeren we de verkeerde discussie. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal, de afgelopen decennia, zijn natuurlijk een aantal best wel bijzondere doorbraken geweest die toch wel heel relevant zijn. En een daarvan is natuurlijk de schaakcomputer, hè? Die toch ook alweer een jaar of 25 geleden erin slaagde om de wereldkampioen schaken Garry Kasparov uit te schakelen. In 2016 was er een computer van Google die de wereldkampioen Go wist uit te schakelen, waarvan iedereen zei dat gaat niet, want schaken is nog een soort mechanische sport, dus dat kunnen die computers dan wel. Maar Go is ook een intuïtieve sport en dat kan nooit dat een computer dat wint van een mens. Maar die won met 4-1. En je ziet dus dat er steeds meer smalle aspecten, hè, want je hebt smalle en brede AI. Je hebt dus de zwakke AI, dat zijn eigenlijk hele specifieke toepassingen waar een computer dan beter in is. Maar je ziet toch ook wel dat die smalle AI steeds dichterbij komt als het gaat om het nabootsen van bepaalde menselijke vaardigheden. Dus AI heeft zich ontwikkeld. Nou ja, er zijn mensen die zeggen, ja, weet je, ChatGPT, ja, dat sommige mensen zijn er enorm van onder de indruk. Want ja, dan kan je bij wijze van spreken gewoon een opdracht geven en dan wordt er een stuk tekst gefabriceerd, wat eigenlijk best wel heel aardig in elkaar zit. Ja, toen dat naar buiten kwam, was dat natuurlijk een enorme schok. Maar daarna hoorde je ook al heel snel van, ja, het is eigenlijk gewoon een stochastische papegaai. Het is gewoon een taalstatistiekprogramma. Het is eigenlijk niks meer dan een voorspelling van wat het meest logische volgende woord is op basis van gigantische hoeveelheden data. En daardoor is het eigenlijk gewoon dom. Dus in die zin merk je dat het nog heel moeilijk is om grip te krijgen op wat het nou daadwerkelijk is. Nou, en daarom ben ik hier vandaag, om jullie die grip te geven. Nee, maar ik denk wel dat het wel aardig is om te kijken of we de discussie een klein beetje kunnen afpellen. Ik wil AI ook nog even in de historische context heel eventjes plaatsen. Want AI is een beetje, zeg maar, wat AI nu is, anno 2023, is natuurlijk vergelijkbaar met het internet. De opkomst van het internet in de jaren 80 en 90. Hè. Eind jaren 80 kwam internet, werd letterlijk het internet, dus het ARPANET, de verbonden computers in Amerika, dat werd verbonden met Europa. In 1988 kwam het internet aan land in Amsterdam, in Europa. En dat was natuurlijk fantastisch, want er was een koude oorlog en er was allerlei oude fysieke scheidslijnen in de wereld en toen kwam er ineens dat internet wat ons helemaal ging verbinden. Het was een tijd dat de koude muur viel, de wereldeconomie kwam tot stand, vliegen, handelsafspraken. Er was één grote ontwikkeling naar één wereld. Eigenlijk globalisering, digitalisering, liberalisering vielen samen. En dat was een tijd van enorm optimisme. En het internet zou eigenlijk de bevrijdende kracht van onderaf worden.
Het internet zou eigenlijk gaan zorgen voor een paradijs op aarde. Dat was in het begin echt de gedachte. En er werden boeken, economen die voorspelden dat de economie nooit meer zou gaan krimpen. En Fukuyama, een professor, die hield een speech en die zei, het is het einde van de geschiedenis. En hij bedoelde niet dat de tijd zou stoppen, maar hij bedoelde, iedereen ter wereld zal uiteindelijk leven in dezelfde soort wereld, namelijk een vrije marktdemocratie. Dus de gedachte was, het internet en die globalisering, die gaan eigenlijk dictaturen en communisme en fascisme gaan allemaal verslagen worden. Het wordt nu goed, het wordt vrij. Het wordt zoals wij willen dat het is. Nou. Dat is natuurlijk niet uitgekomen. Dus dat internet, dat was in de jaren 80, 90 een ongelooflijk grote nieuwe kracht waar iedereen met ontzag naar keek. En hetzelfde is eigenlijk gebeurd in 2005, 2006. Toen kwam social media platforms gingen toen de wereld veroveren. Hè? Dus die kwamen op. En opnieuw zag je toen dat er weer allerlei mensen waren die allerlei voorspellingen deden. En volstelligheid van web 3.0, een totaal nieuw internet, interactie. Mensen kunnen nu eindelijk gelijk het woord richten tot allerlei hoogwaardigheidsbekleders en politici. Dus het zal de democratie versterken. Arabische lente, dat soort ontwikkelingen. Dus ook toen weer was er een soort gevoel van door de komst van, in dit geval social media, zal de wereld veel beter worden. Ja, en als je nu een beetje terugkijkt op die twee grote ontwikkelingen en je ziet wat voor voorspellingen en gedachten er toen zijn geweest, dan zie je dat dat natuurlijk niet uitgekomen is. En, want er zijn natuurlijk ook een aantal hele duidelijke keerzijdes langzaam maar zeker omhoog gekomen. Big tech bedrijven die al onze data verzamelen en economische machtsposities hebben, geen belasting betalen, zich niet aan mededingen en auteursrecht houden. Allerlei dictatoriale, autocratische leiders die het internet gebruiken om democratieën te ontwrichten. Hè? Door staatsgeheimen en bedrijfsgeheimen te stelen, door DDoS-aanvallen te plegen. Dus je ziet zelfs dat onze eigen overheid, hè, dus democratisch gekozen overheid, de neiging heeft om met heel veel nieuwe technologieën, met gezichtsherkenningscamera's en met datasets, burgers in de gaten te gaan houden. Dus je ziet dat er ook keerzijden zijn. Nou, en bij AI, eigenlijk één ding wat ik u met 100% zekerheid kan vertellen, en dat wil ik jullie ook aanraden voor de komende tijd als het gesprek over AI gevoerd wordt, is dat je dus iedereen die heel stellig is over welke kant het op gaat, dat je die gewoon niet moet geloven. Hè, dus wie ook vertelt hoe het zit, dus het klopt gewoon niet. Je kunt het niet voorspellen. Je kunt wel een beetje aftasten, zien wat er gebeurt, scenario's, dat kan allemaal best. Maar het zal toch weer op een andere manier gaan uitpakken dan iedereen die er verstand van heeft beweert. Dus die nuance wil ik jullie echt meegeven. Dus als je een keer op een verjaardagsfeestje bent en het gaat over AI, dan moet je de positie innemen van de genuanceerde onwetende. Dat is echt een hele verstandige positie. Ik ben ook echt een hele genuanceerde onwetende vandaag. Overigens, het is niet altijd alleen maar dat er positieve voorspellingen zijn, hè, want bij AI zijn er ook heel veel negatieve voorspellingen. En we hebben ook eerder gezien, 2014, was er ineens een golf in Nederland en in de Tweede Kamer over de angst voor robots. En dat is ook interessant, want die robotangst die was heel nadrukkelijk aanwezig. Want robots zouden eigenlijk het werk van mensen helemaal gaan overnemen. En mensen zouden hun baan kwijtraken. En automatisering, robotisering, dat zou heel erg leiden tot een soort verschraling van werk voor heel veel mensen. En ook dat, er zijn dikke boeken over geschreven van allemaal professoren. Die allemaal grote voorspellingen deden over het feit dat binnensteden zouden helemaal leeglopen en de boeken zouden niet meer bestaan en kranten zouden niet meer bestaan. Dat is ook allemaal niet uitgekomen. Dat komt namelijk omdat het is nooit zo dat een nieuwe technologie een oude technologie helemaal vervangt, maar het komt er altijd een beetje naast te staan. Dus ja, je bestelt online, maar je bent ook nog steeds in een winkel. En je leest misschien een e-reader, maar sommige mensen houden ook nog steeds van een boek. En soms dan wil je even op je telefoon kijken hoe je moet lopen. Maar het is soms ook fijn om gewoon aan iemand te vragen, goh, waar is het station? Dus je blijft dat vaak ook wel naast elkaar gebruiken. Ik had ook nog een mooi klikkertje. Ik wil even het plaatje laten zien. Ja, dit is dan de titel. Ja, hier wil ik zo ook nog even iets over zeggen. Ik wil eigenlijk met jullie even vier... Ik heb me de afgelopen maanden dus een beetje... heb ik me dus een beetje over het probleem gebogen. En ik ben eigenlijk tot een aantal kernvragen gekomen. En ik zou eigenlijk even die kernvragen zou ik eigenlijk met jullie willen langslopen. En de eerste vraag die is eigenlijk de vraag, is kunstmatige intelligentie of AI, is dat nou eigenlijk intelligent?
Ik wil graag vingers en handen zien van mensen die zeggen ja, kunstmatige intelligentie is intelligent. Wie vindt dat? Oké. En wie vindt echt dat dat niet zo is? Ja, ietsje groter groep. Dus is een iets grotere groep die zegt van nee, kunstmatige intelligentie is niet intelligent. Wie zei dat het niet intelligent was? Waarom zei u dat? U kijkt wel heel erg waanend naar die microfoon. Ik schrik helemaal. Ja, hoeft niet hoor. Ik ben het gaan navragen bij mijn zoons die in de wiskunde, natuurkunde wetenschappelijk bezig zijn. En wat zij vaak voor mij doen is dan checken hoe dat werkt in hun vakgebied. En dat is een manier om er doorheen te prikken, want zij kunnen goed zien of als je daar dan vragen aan stelt, of er rotzooi uitkomt of niet. En zij zeggen bijvoorbeeld Wikipedia kan je op het gebied van natuurwetenschappen behoorlijk vertrouwen. Daar staan dingen goed uitgelegd. En ChatGPT, daar komt echt alleen maar flauwekul uit. Okay. Dat is gewoon letterlijk een rij moeilijke woordjes achter elkaar. Het is een mooie ketting. Punt. Helder. Ja. Oké, dus u heeft gewoon even aan een aantal beta-wetenschappers gevraagd. Precies. En u bent eruit. Oké. Mooi. Wie zei dat het wel intelligent was? Meneer? Waarom vindt u dat? Denkt u dat? Wat de meeste mensen niet weten is dat de meeste doorbraken... De meeste doorbraken in de IT zijn met oude IT. Een oude software gebruik je. Als je kijkt naar EDI, is pas doorbraak 10 jaar nadat EDI als software was ontdekt. Dus het is nog een hele kunst om dingen echt praktisch toepasbaar en schaalvoor te maken. Mm-hmm. En dat vind ik intelligent. En in hoeverre denkt u dat dan AI ook echt de menselijke intelligentie kan gaan benaderen of misschien zelfs overtreffen? Dat weet ik niet. Okay. Dat kan ik niet over. Dat zou ik niet zo willen zeggen. Verstandig. Oké. De vraag is natuurlijk van, als je over intelligentie praat, misschien hebben jullie het er vandaag al over gehad. Ik ken dus mensen die echt tegen mij zeggen, ja, kunstmatige intelligentie is geen goede term. Want intelligentie, dat betekent meer dan alleen maar bijvoorbeeld rekenkracht of statistisch heel snel dingen kunnen uitrekenen. Het is veel meer dan dat. Dus die zeggen, menselijke intelligentie is misschien niet alleen maar dat je uit je hoofd bepaalde sommetjes kan maken of zo. Maar is ook intuïtie en gevoel en begrip en bewustzijn. Dat is dan ook intelligentie. Ja, en dan zeggen ze van ja, dat heeft een computer niet. Een computer kan bepaalde lerende vermogens ontwikkelen op basis van een hele grote hoeveelheden data. Maar daarmee begrijpt een computer niet bewust wat er aan de hand is. Dus in die zin is er geen sprake van intelligentie, zeggen dan die mensen. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen, maar ja, luister, als jij bij wijze van spreken in gesprek bent met een robot en je hebt echt niet door dat het een robot is, dan is de vraag natuurlijk of het relevant is voor het begrip intelligentie of die gevoelscomponent er is. Dus de vraag of kunstmatige intelligentie intelligent is heel, heel ingewikkeld om te beantwoorden. Het is in ieder geval geen menselijke intelligentie. Het zal een ander soort intelligent zijn. Het werkt ook anders dan menselijke intelligentie. Maar het wil niet zeggen dat het daarmee niet menselijke vaardigheden of menselijke vermogens heel dicht kan naderen. En nogmaals, er is geen natuurwet die in de weg staat dat kunstmatige intelligentie daadwerkelijk mensen zou kunnen gaan overtreffen. Alleen de vraag is of dat dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Als iets niet in de weg staat, wil het nog niet zeggen dat het ook gebeurt. En dat is denk ik een heel, heel belangrijk vraagstuk. Dus de vraag of kunstmatige intelligentie intelligent is, die hangt heel erg af van je definitie van intelligentie. Maar eigenlijk is het niet zo heel erg relevant, omdat het er niet om gaat of het wel of niet intelligent is. Het gaat erom wat het uiteindelijk voor dingen kan gaan doen. En wat voor invloed het heeft op onze samenleving. En daarmee komen we op de vraag, de tweede vraag. En die gaat over het zogenaamde existentiële risico. Gewoon even in alle eerlijkheid. Wie denkt dat het mogelijk is dat kunstmatige intelligentie uiteindelijk de mens tegenover de mens komt te staan? Oh. Nee, maar wie denkt echt dat kunstmatige intelligentie echt een... Nou, laat ik het iets scherper zeggen. Ik zeg het iets scherper. Wie zegt dat kunstmatige intelligentie echt een gevaar voor de mensheid kan zijn? Zegt u maar. Is het dat niet al? Maar in zekere zin is dat toch ook al, want je gaat
of in ieder geval, hoe heet dat, discriminatie en dat soort dingen die al extra versterkt worden. Dus ja, wat is tegenoverstaan, zeg maar dan? Ja. Nee, dus jij zegt eigenlijk door nu bepaalde toepassingen van algoritmes of de inzet van kunstmatige intelligentie, zie je nu al dat bepaalde mensen benadeeld worden enzovoort. Zonneklaar. Maar wie denkt dat AI de wereld kan overnemen? Oké, dan ga ik toch even. Dat is echt vergaand, hè? Dat is wat anders dan wat deze. Die mevrouw die zegt, luister, je hebt AI, je hebt mensen. Mensen zijn dom, die gebruiken AI op een onhandige manier en daardoor beschadigen ze andere mensen. Dat is toch wat u zegt? Min of meer. Maar u zegt echt, AI zou de wereld kunnen overnemen. Ja, er is een reële kans dat er AI-systemen ontstaat die zo alien is dat wij dat niet kan bevatten. En dat zij dus niet uit kwaadwilligheid. Het is niet dat het een boze ding is. Maar die gaat gewoon dingen op een manier doet en anders optimaliseren dat wij als mensen potentieel eraan gaat. Net zoals wat wij gedaan hebben met veel andere species op het planeet, kunnen wij ook gewoon de onderspit delven. En dat is een reële kans. Wie vreest dit ook? Wie denkt dit ook? Ja, er is toch wel een aantal mensen die dat ook denken. Ja, daar achterin ook. Mag ik eens vragen, wat moeten we daar dan aan doen? Nou, ik denk dat het misschien ook een ander probleem kan zijn. En dat AI heel erg chaos kan versterken. Chaos in de zin van dat je niet meer steeds terug beweegt naar een evenwicht. Dus AI kan zaken dusdanig snel veranderen, dat de vraag is of je daar als mens nog aan kunt passen. En dat betekent misschien niet dat het de wereld overneemt, maar het kan wel heel veel kapot maken. Ja, heel veel kapot maken, helder. Het zit een beetje tussen. Even een waarschuwing. De komende tijd zul je steeds vaker in een situatie verzeild raken dat het gaat over kunstmatige intelligentie. En je zult zien, ik had die petitie gemaakt. Dit is echt hoe ik ben echt. Ik ben echt verbaasd over de felheid van de verschillende kampen. Het is namelijk zo dat ik was bezig met die petitie en we waren op een gegeven moment die tekst aan het maken. En ik begon met wat ik de fundamentele risico's noem. En met fundamentele risico's bedoel ik een beetje de risico's die mevrouw net ook aanstipte. Kunstmatige intelligentie kan invloed hebben op onze creativiteit. Het kan invloed hebben op onze werkgelegenheid. Het kan invloed hebben op onze sociale gelijkheid. Het kan invloed hebben op de stabiliteit in de wereld en de verandering van de manier waarop we oorlog met elkaar voeren. Het kan invloed hebben op de betrouwbaarheid van informatie en het hebben van een gedeelde werkelijkheid. Je hebt misschien die Apple-bril gezien die nu uit is. Er waren mensen die tegen mij zeiden, maar joh, die Apple-bril die betekent eigenlijk dat je op termijn gewoon allemaal in je eigen wereld kan zijn. In plaats van dat we met elkaar, zoals wij nu met elkaar in één wereld, wij zijn nu met z'n allen in één wereld. Maar als je dus allemaal op een gegeven moment een bril op hebt met een ander beeld op dat scherm, dan kom je allemaal in een andere wereld terecht. Ja, dat is in feite al een beetje aan de gang, want je ziet ook dat er heel veel, dat noemen ze dan echokamers, rabbit holes. Je ziet al dat er heel veel mensen zich heel erg terugtrekken in hele felle groepen waarin ze alleen nog maar met eigen gelijkgestemde contact hebben. Dus die gedeelde werkelijkheid, die gedeelde waarheid, wat is nog waar, wie heeft wat gemaakt, dat is natuurlijk een fundamenteel probleem van kunstmatige intelligentie. Dat gaat er gewoon aankomen en daar zullen we wat aan moeten doen. Dus wij begonnen met het opschrijven van die fundamentele gevolgen van kunstmatige intelligentie. Dus waarom vinden we dat we de overheid meer moet doen? Die kunstmatige intelligentie kan op een aantal punten, net als social media en het internet destijds, kunnen gewoon een aantal gevolgen hebben die slecht zijn voor onze samenleving. Daar begonnen we mee. Maar toen zei op een gegeven moment iemand van ja, we kunnen natuurlijk niet voorbij gaan aan het feit dat er ook een hele grote groep mensen is die spreekt van een existentieel risico. Dus die het met u eens is en die zegt van ja, luister eens, dit kan ook echt wel wat verder gaan dan alleen maar een beetje nepnieuws, ik chargeer even, hè, of een beetje een paar fotografen en een paar tekstschrijvers die hun baan kwijtraken. Dit gaat veel verder. Dus daar hadden we discussie over en wij hebben toen opgeschreven van nou, in de discussie, in het debat over AI zijn er ook grote groepen mensen van verschillende soorten afkomst, hè, wetenschappers, schrijvers, ondernemers, technologiebedrijfbazen, die ook een soort existentieel risico zien. Die vinden dat AI een existentieel risico in zich draagt.
En we hadden dat opgeschreven. En daarna gingen we die petitie proberen zoveel mogelijk mensen onder die petitie te krijgen. En je merkte dat er een hele grote groep mensen is die daarop zei, ik wil daar niet aan meedoen. Want de discussie over existentieel risico, daarmee stap je in een soort science fiction-achtige frame. Dat is het belang van de grote technologiebedrijven, want die willen dat het alleen maar over existentieel risico gaat. Want dan hoeven we het niet meer te hebben over de andere problemen. Dus daarmee word je eigenlijk misleid. En als je daaraan meedoet, dan wil ik niet meer met jou praten. Terwijl ik zoiets had van, oké. Dat is best wel raar. Je hebt fundamentele risico's die vandaag de dag spelen, waar we nu wat mee kunnen doen, die nu optreden. Maar je hebt ook misschien in de toekomst nog problemen die veel groter zijn en heel anders. Daar zouden we dan toch ook naar moeten kijken. Nee, mag niet. Als we dat doen, dan zijn we zeg maar een beetje mee aan het gaan in het grote verhaal van de techbedrijven enzovoorts. Ik begrijp het tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Het is een schijntegenstelling. Dus wij hebben ervoor gekozen om te zeggen, nou ja, je hebt problemen die nu spelen, je hebt problemen die eventueel in de toekomst kunnen spelen, waardoor veel verschillende mensen op gewezen wordt. Laten we ze allebei doen. Maar dan zie je dus dat er een enorme kampenstrijd is ontstaan. Dus dat is de tweede vraag. Ik denk dus dat het antwoord is dat het. Ik denk ook dat het gek is om uit te sluiten dat kunstmatige intelligentie een existentieel risico inhoudt. Simpelweg omdat het is gewoon mogelijk. En je ziet dat het een aantal stappen doorlopen heeft, waarvan we een aantal jaar geleden ook hadden gezegd, gaat nooit gebeuren. Is toch gebeurd. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Je hoeft er niet elke nacht van wakker te liggen. Ligt u er wakker van? Nee. Oké. En je hoeft er dus niet wat van wakker te liggen, maar je kan het wel onderzoeken of in de gaten houden. Derde vraag. Dus we hebben nu een beetje gehad, is het intelligent? Is het existentieel? En de derde vraag is natuurlijk, dat gaat over dit plaatje. Ja, gaat u gaan. Ik vind zelf dat wanneer er eigenlijk gekeken wordt naar het probleem dat AI existentiële bedreiging is, dat er ook vooral gekeken moet worden naar mensen die zeg maar niet weten wat ze doen met AI en niet weten wat ze eigenlijk implementeren met AI en wat de risico's ervan zijn. Want vaak is het zo dat AI eigenlijk alleen maar op een hoe ver je het ook zoekt, een AI doet eigenlijk altijd iets wat een mens eigenlijk heeft geprogrammeerd, of meerdere mensen hebben geprogrammeerd, en daaruit genereert het dan weer eigen instructies en die kan volgen. En als de mensen dan zeggen van, deze AI heeft eigenlijk geen toegang tot deze kritieke hardware, er zit altijd een kill switch op en kan ook gewoon alleen verbinding maken met andere computers als het bijvoorbeeld echt nodig is en wanneer ook echt heel goed gecontroleerd wordt door mensen, zodat hij bijvoorbeeld niet zomaar exploits kan vinden in besturingssystemen, dan vind ik wel dat het geen bedreiging is. Maar als mensen dan het heel erg foutief implementeren, dat ze gewoon een hele bunker maken met kanonnen en camera's en computers die dan allemaal beveiligd zijn, waar dan bijvoorbeeld de AI volledige controle over heeft en ook die ook nog eens geprogrammeerd is, dat die gewoon helemaal geen grenzen heeft, dan heeft de mens eigenlijk die grote fout gemaakt, waarin die de AI, die computerprogramma's, dus eigenlijk gewoon een dusdanig veel toegang heeft gegeven, dat die gewoon een gevaar is voor de mens. Maar mag ik dat, want dat is heel helder, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er nu met het klimaat gebeurt, toch? We hebben hele mooie dingen bedacht, maar we zijn het op een bepaalde manier gaan gebruiken en daardoor hebben we er misschien geen controle meer over. En daar ben je bang voor. Je bent bang dat de mens, jij denkt dat als er geen controle meer is over een goede manier van gebruiken, dat het dan mis kan gaan. Als groot genoeg een groep mensen AI foutief implementeren, dat het daar ook mis kan gaan. Ja. En dat mensen gewoon die gevaren zelf niet zien, terwijl ze eigenlijk deel van het probleem zijn. Ja, dus eigenlijk hetzelfde als met dat vind ik, dat is mooi dat je dat zegt. Ik denk dat dus ook met social media gebeurt nu. Social media wordt gewoon verkeerd gebruikt. En dat is misschien leuk om heel even kort. Technologie speelt in op onze psychologie. Dat is echt superbelangrijk. Dus we denken allemaal dat we rationele mensen zijn. Hè? Dus we hebben allemaal de neiging om over onszelf te denken, ik ben een rationeel, weldenkend mens. En dat is dus niet zo. Als je achter een computer zit, dan zijn er
allerlei verschillende manieren in het ontwerp, in de werking van al die diensten, waardoor je eigenlijk voortdurend wordt beïnvloed door de technologie en je dus eigenlijk emotioneel, irrationeel gedrag gaat vertonen. En daardoor is het scenario wat jij schetst best wel waarschijnlijk. Het is niet zo dat we op een hele rationele manier met onze telefoon bezig zijn. Nee, we zijn eigenlijk gewoon verslaafd. Dus probeer maar eens gewoon een ochtend lang niet op je telefoon te kijken, terwijl die naast je ligt. Gaat je niet lukken. Er komt een moment, dan ben je moe. Je hebt eventjes nagedacht over iets, je verveelt je even. Voordat je het weet, bij die telefoon oppakken. En dat hebben we allemaal. En dat komt omdat we helemaal niet op een rationele, op een verstandige manier omgaan met technologie. En technologie is ook zo ontworpen dat wij ons er anders door gaan gedragen. Dus technologie en psychologie is een hele gevaarlijke combinatie. En daardoor is er best wel een kans dat mensen het verkeerd gaan gebruiken. Je ziet nu social media, ja, mensen zijn eigenlijk als een dolle op elkaar aan het schieten. Terwijl je eigenlijk bedacht had dat het een podium zou zijn om meer mensen met elkaar in gesprek te krijgen. Maar dat is helemaal geen gesprek. Het is gewoon elkaar uitschelden. De derde vraag. Wie denkt dat we fijner en beter kunnen gaan werken door kunstmatige intelligentie? Ja, dus, oké. En wie denkt dat het niet zo is? Wie denkt dat kunstmatige intelligentie niet goed is voor de manier waarop wij ons werk doen? Oké, dus jullie zijn echt, deze zaal heeft echt het gevoel van kunstmatige intelligentie maakt het mogelijk om bepaalde saaie taken uit te besteden en dan vervolgens de menselijke creatieve taken meer te gaan doen. Dat is dus altijd de belofte geweest van technologie. Technologie heeft altijd de belofte in zich van het feit dat het daardoor makkelijker wordt. En dat is de historie van de mens. Hè? De historie van de mens. Ooit was de mens een wezen. Die gewoon die met kleine groepjes langs de wereld trok, een beest ving, nootjes opraapte en een beetje in hutjes woonde en op een gegeven moment weer verder trok. En op een gegeven moment zijn we natuurlijk ons gaan specialiseren, zijn we handel gaan drijven, zijn we allerlei dingen gaan uitvinden zoals wapens en vuur en noem het allemaal maar op. En uiteindelijk hebben we onszelf ontwikkeld tot een mens wat het eigenlijk steeds meer in slaagde om ook iets van vrije tijd te hebben. Door elkaar zeg maar verschillende opdrachten te geven, elkaar bepaalde dingen te laten doen. Waardoor er een soort van ruimte ontstond in onze agenda. En de industriële revolutie heeft dat mogelijk gemaakt. Er zijn allerlei nieuwe uitvindingen gekomen waardoor het huishouden veel makkelijker is om te doen. En uiteindelijk hebben we een zevendaagse, zesdaagse, vijfdaagse werkweek gekregen. En toen kwam e-mail en zo. En toen was er ook, e-mail, dat gaat ook weer voor zorgen dat alles weer veel makkelijker wordt. Maar het gekke is, en dit plaatje is best wel, ik vind dit een fascinerend plaatje. Je ziet dus dat eigenlijk sinds de intrede van allerlei digitale technologieën die de belofte met zich meenamen dat het ons allemaal veel makkelijker zou maken, zie je eigenlijk dat de arbeidsproductiviteit niet meer is toegenomen. Dus door heel veel nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen decennia en afgelopen eeuwen hebben mensen steeds meer vrije tijd gekregen, konden ze makkelijker hun werk gaan doen. Kwamen er allerlei apparaten en machines die het veel makkelijker maakten. Maar je ziet dus eigenlijk dat door digitale technologie de arbeidsproductiviteit niet verder gestegen is. En het is ook nog steeds zo dat mensen nu niet ineens een driedaagse werkweek hebben. Dus het hele idee van AI gaat taken van mij overnemen en daardoor kan ik mijn werk beter doen, dat is maar zeer de vraag. Omdat het namelijk, en dan kom ik weer bij die meneer die dat net zei, het is maar net de vraag of wij erin slagen om het op een goede manier te gaan gebruiken. En als we dat doen, ja, dan kan het grote voordelen hebben. Maar tot nu toe zie je, e-mail, ja, iedereen wordt gek van zijn e-mailbox. Mensen hebben stress door hun e-mailbox. Het leven is vervelend door e-mail. We haten onze e-mailbox. Als je aan mensen vraagt, ja, hoe gaat het met je? Ja, wel goed, ja, ik ben op vakantie geweest. Ja, hoe was je vakantie? Ja, was wel leuk, maar ik zit nu wel met mijn e-mailbox. Ik bedoel, je e-mailbox is je vijand geworden. En dat was de grote vondst waarmee we laagdrempelig konden gecommuniceren. Mensen hebben hele ruzies uitgevochten op in e-mails. Inmiddels hebben we geleerd dat je niet allerlei schriftelijke stammenstrijden moet uitvechten op de computer. Iedereen heeft het verkeerd gebruikt. We hebben allemaal wel eens een keer zo'n e-maildiscussie met iemand anders gehad. Nou ja, hetzelfde gebeurt natuurlijk op WhatsApp. Gaan mensen elkaar de hele tijd appen. Terwijl je eigenlijk ziet dat ongelooflijk precies dat, hè. Dat je die verkeerde manier van technologie is echt wel een valkuil. En daardoor zou de
de productiviteit ook nog eens tegen kunnen vallen. Nou ja, en dan is de laatste vraag, is het nou een hype of is het heel hoopvol? Wie denkt, of is het goed of slecht, laten we het nog platter slaan, wie denkt dat AI uiteindelijk goed zal zijn? En wie denkt dat het uiteindelijk slecht zal uitpakken? Ja, iets meer mensen die denken dat het wel goed komt. Ja, dat is natuurlijk, het is waarschijnlijk allebei. Dat zie je ook bij andere technologieën, bij social media, bij internet heb je ook gezien. Het heeft ons mooie dingen gebracht. Je kunt communiceren met een oud-tante in Brazilië. Je kunt allerlei transacties veel makkelijker doen. Je hoeft de deur niet meer uit om een uitkering aan te vragen. Je kunt veel makkelijker de weg vinden. Dus natuurlijk heeft het prachtige dingen gebracht, maar ook heel veel slechte dingen. En dat zal met AI ook zo zijn. De kunst is dat we als mens heel erg blijven nadenken over wat willen we er eigenlijk mee? En daar wil ik eigenlijk een beetje mee richting een soort van afsluiting gaan. Wie kent dit plaatje? Wie heeft ooit dit plaatje al eens gezien? Niemand. Nou, dat is mooi. Dit is een plaatje van de WRR. En dit plaatje is dus van een wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. En dit plaatje gaat over waardenbeginselen. En een waarde is natuurlijk iets wat we allemaal wel eens horen, dat woord. Hè. Wat is het je waard? Of wat zijn jouw persoonlijke waarden? Mensen hebben bepaalde waarden. Bijvoorbeeld, wat ik zelf altijd een grappig voorbeeld vind, de waarde gastvrijheid. Mijn vrouw die heeft een Indische achtergrond en die komt uit een cultuur waarbij het echt schandalig is als je niet ontzettend veel lekker eten en drinken aan mensen voorschotelt die even bij je langskomen. En ik kom uit een wat calvinistisch Zeeuws gezin, waarbij we het wel prima vonden als het een kopje koffie was en een broodje kaas. Dus als wij een verjaardagsfeestje geven, dan hebben we er altijd discussie over. Want dan zegt mijn vrouw, ja, je moet boodschappen doen, je moet dit en dit, we moeten dit in huis hebben, dit. Ah, dat kunnen we niet maken, weet je wel. Terwijl ik dan denk, we geven ze gewoon een kopje thee en een koekje erbij en dan is het wel goed. Dus dat zijn waarden, dat zijn persoonlijke waarden. Maar dan heb je ook nog publieke waarden. En daar gaat dit plaatje over. Publieke waarden, dat wil eigenlijk zeggen dat je zegt, welke kant willen we op als samenleving? Wat vinden we belangrijk? En dan zijn er grofweg twee soorten waarden. De eerste groep waarden is de waarde die door de WRR stuwende waarde wordt genoemd. Dus dat zijn de waarden waar als het ware je hart harder van gaat kloppen. Dat zijn de waarden waarmee politici op de bühne staan. Dat zijn de waarden waarmee je zeg maar aangeeft, dat is de kant die we op moeten. Bijvoorbeeld de waarde kansengelijkheid. He, dus dat iedereen gelijke kans heeft om zich op een bepaalde manier te ontwikkelen. Dat is een waarde. Of het recht dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Dat is een waarde. Of het feit dat we gewoon veiligheid. Dat is ook echt een hele belangrijke stuwende waarde. Dus het zijn waarden waar je eigenlijk van zegt, daar gaan we voor als samenleving. En heb je daar tegenover staan eigenlijk wat je meer de verankerende waarden noemt. En dat zijn de waarden die heel erg gaan over de positie van de burger ten opzichte van de overheid. Dus het recht op privacy, non-discriminatie, gelijke behandeling in gelijke gevallen, vrijheid van meningsuiting, autonomie. Dat zijn echt de waarden die gaan over jouw positie als burger. En wat je nu heel erg ziet bij de discussie over AI in het bijzonder, maar ook eigenlijk over digitalisering en data en dat soort vraagstukken, zie je eigenlijk dat die nieuwe technologieën, die leiden tot een verandering in de manier waarop die waarden zich tot elkaar verhouden. Het meest bekende voorbeeld, de afgelopen 20 jaar, sinds 9-11 eigenlijk, hè, sinds de aanslagen op de Twin Towers, dankjewel. En ook het Pentagon natuurlijk, zie je dat er een hele grote groep mensen is die in de veiligheids- en opsporingshoek zit, die gewoon zegt, als we willen dat we allemaal veilig zijn, dan moeten we niet zo moeilijk doen over privacy. Weet je wel? Dus je kunt een klein beetje veiligheid winnen door een beetje privacy in te ruilen. Ziet u dat? Dan heb je het dus over een weegschaal. Nou, als je dus over AI nadenkt, dan moet je ook op die manier nadenken. Dus AI verandert bijvoorbeeld, laten we het dan even over onderwijs hebben hier op de Haagse Hogeschool. Kunnen we het ook even een klein beetje concreet misschien nog maken ook. Je hebt natuurlijk ook hier discussies over AI in de Haagse Hogeschool. Wat is op dit moment de belangrijkste discussie over AI op de Haagse Hogeschool? Zegt u het maar. Precies. Dus, u heeft het allemaal gehoord.
mag je als student een scriptie of een verslag of een tekst, laten we het een tekst noemen, inleveren waarbij je gebruik gemaakt hebt van ChatGPT. Wie vindt dat dat mag? Wie vindt dat studenten gewoon gebruik moeten kunnen maken van ChatGPT? Oké, en wie vindt dat onzin? Wie vindt dat dat geen goed idee is? Ja, ik heb even een keertje meegestemd. Oké. Ja, gaat uw gang. Zeker mag u wat zeggen. Ik vind het een beetje te links-rechts. Want volgens mij zit de waarheid gewoon ergens in het midden. Als je alleen ChatGPT gebruikt, dan gebruik je iets wat een computer heeft gemaakt. Als je dat niet gebruikt, heb je een menselijke interpretatie. Maar wat gebeurt er nou als die studenten leren om het als tool te gebruiken? Zeker. Dus ja of nee is misschien een beetje... Zwart-wit. Zwart-wit. Ja, is ook zo. Nee, maar uiteindelijk... Oké, heel terecht punt. Maar uiteindelijk is het zo dat... Ik kom natuurlijk uit de politiek. Spreek niet voor me. Nou, vertrouwen in politici is 21%. Dus zeg maar, ongeveer deze groep mensen vertrouwen en de rest... Nee, maar ik bedoel... Je hebt heel terecht punt. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat ik heb... Elke week op dinsdag hadden we de stemmingen in de Tweede Kamer. En dan kun je maar twee dingen stemmen. Je kunt ja of nee stemmen. Dus stel dat er op een gegeven moment een motie wordt ingediend door een Tweede Kamer. Dit is niet ondenkbeeldig. Waarin staat, alles overwegende, gehoorde discussie, gehoorde beraadslagingen. We willen ChatGPT in het onderwijs, of het gebruik van ChatGPT in het onderwijs verbieden. Dan moet je daar als Kamerlid wel ja of nee stemmen. En dan verdwijnt dus die nuance van goed gebruik, gebruik onder voorwaarden, gebruik het als onderdeel van het onderwijs, enzovoorts. Snap je mijn punt? Dus we beginnen even met een platte discussie. Juist om deze... Eigenlijk heeft u de hele discussie al overbodig gemaakt. Sorry. Maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Het gaat mij om het volgende. Als je over dit... Later over dat... ik kom zo bij u. Als we dat dilemma doen, dat dilemma van mag het nou wel of niet, dan is de vraag, oké, waarom vinden we dat het wel mag, waarom vinden we dat het niet mag? Nou, wat is een reden om het niet te doen? Wie kan een waarde noemen of een reden noemen waarom het niet mag? Zegt u maar. Oh, we moeten even een microfoon. Dus gewoon een argument of een gevoel waarom het niet oké is. Plagiaat en fraude gevoelig. Ja, hè, dus dat het... Ja, plagiaat? Ja. Het overnemen van een gedachte van iemand anders zonder de bron te vermelden. Ja. Ja. Oké, dus dan is het dus niet meer je eigen gedachte. Nee. Nee, helder. Oké, duidelijk. Ja, dus inderdaad. Wie kan een reden noemen om het wel te doen? Die mevrouw daar... Het werkt emanciperend voor mensen die niet zo taalvaardig zijn. Mooi. Het is emanciperend. Ja. Fantastisch. Want dat zie je ook aan ChatGPT. De overtuigingskracht van een tekst, precies wat die mevrouw voor mij zei. Als je niet weet waar het over gaat, dan geloof je het, omdat het zo krachtig is hoe je je woorden gebruikt. Daar ben je als politicus ook spekkoper in geweest. Als je heel eloquent bent, dan ben je ook geloofwaardig. Ja, ja, zeker. Dus, en dat is wat er nu ook gebeurt. Geweldig. Als je dus ChatGPT leest, dan geloof je het gewoon, tenzij je deskundig bent op dat vlak. En mensen die dus taalvaardig zijn, zoals ik, hebben dus meer kracht om een docent te overtuigen dat jij er verstand van hebt. Nou, geef dat middel ook aan mensen die daar minder goed in zijn, maar wel argumenten hebben en goede prompts kunnen schrijven. Ja, oké, dus heel mooi. We hebben aan de ene kant de waarde van emanciperendheid, of emancipatie zou je dat dan eigenlijk het beste kunnen noemen. En u zegt eigenlijk van waarachtigheid of eigen creativiteit. Nou, dus maar een voorbeeld, en het gaat ook niet om wie gelijk heeft, het gaat om de manier waarop de discussie gevoerd moet worden. Als je dus die discussie hier op de hogeschool gaat voeren... Want dat gaan jullie denk ik doen. Jullie hebben een AI-fest en jullie zullen maar go. En jij gaat met Robin en allemaal mensen gaan jullie op een gegeven moment in een kamertje zitten. En poeh, dat was leuk, dat AI-fest. Maar hoe moeten we hier nu mee verder? Want ja, we hebben over een paar weken hebben wanneer we zijn tentamens of wat ook. Mogen ze dan? Enzovoort. Nou, dan moet je dus nadenken wat mij betreft over van waar willen we uitkomen. En dan zou je dus voor jezelf kunnen nadenken van wat zijn nou de verschillende waarden die in dit geval in het geding zijn. En jullie hebben er allebei twee genoemd die ik fantastisch vind. Ik had die van emancipatie nog nooit gehoord. Ik vind dat een heel mooie redenering. Ik heb er ook wel weer gelijk een soort gevoel bij van oké, maar dat laten we even zitten. We hebben ook geen tijd meer voor.
Heel mooi. Dus die waardediscussie, ik zou het heel mooi vinden als jullie deze discussie hier met elkaar gaan voeren, door er ook zeg maar een waardecomponent aan te gooien. Wat vinden we belangrijk? Vinden we het belangrijk dat we emanciperend zijn? Vinden we het belangrijk dat iedereen zijn eigen originele gedachten en bronvermelding op orde heeft? Vinden we het belangrijk dat het allemaal nog controleerbaar is? Enzovoorts. Dus die discussie is heel erg belangrijk als het gaat om nadenken over AI. Ja, tot slot. En dan kunnen we wat mij betreft nog een paar vragen doen. Het onderwerp is natuurlijk het onderwerp is in volle gang. En we hebben uiteindelijk ook de politiek nog nodig om hier keuzes in te maken. Ik zal jullie niet vragen wie er vertrouwen in heeft, maar wie heeft een beetje gevolgd wat er nu op dit moment gebeurt op het gebied van de Europese Unie? Wie heeft een beetje gevolgd wat aan de hand is? U heeft dat een beetje gevolgd? In de links begrijp ik dat er wordt nagedacht over welke grenzen eraan moeten stellen. Ja, maar exact. Heeft u het gevolgd? Hetzelfde. Ja, nee, oké. Want wie denkt dat de politiek erin kan slagen om kunstmatige intelligentie op een goede manier te reguleren, te begrenzen? En wie denkt dat echt niet het geval is? Precies. Dus eigenlijk het vertrouwen in de politiek is best wel laag dus, op dit gebied. En waarom denken jullie dat dat niet gaat lukken? Wat is de reden waarom jullie denken dat de politiek er niet in slaagt? Iemand die dus denkt dat het niet lukt, moet even een reden geven. Ik denk dat het heel moeilijk wordt voor die politiek, omdat ze niet zo goed weten wie ze moeten aanspreken op dit hele verhaal. Oké. Dus anoniem, denk ik. Er is geen echte, er is geen stakeholder die zegt, ik ben AI en ga met mij in discussie en als je wat vragen hebt, dan pas ik die wel even toe. Oké, okay. Maar je zou wel kunnen zeggen van de Europese Unie kan wel regels maken en of eisen stellen en die eisen moet je aan voldoen. Ja, mevrouw, wat? In Japan? Ja, in Japan hebben ze gezegd, die systemen mogen gewoon getraind worden. En wat nou plagiaat en auteursrecht? Dat schept ook een precedent. Dus in Japan hebben ze net eigenlijk alle ruimte gegeven? Juist. Oké. Wie denkt dat de politiek er wel in kan slagen om dit onder controle te krijgen? Achterin? Ja, ik heb dat vertrouwen wel. Zeker als je op het niveau blijft van inderdaad beginselen. En we hebben dat natuurlijk gezien met de privacyregelgeving. Die is helemaal wat dat betreft techniek neutraal geschreven. Maar geeft wel handvatten aan toezichthoudende autoriteiten om op een bepaald moment tegen grote techbedrijven te zeggen, joh, hier handel je in strijd met de waarden die we hebben afgesproken. Ja. Dus ik denk dat het wel kan. Ja, maar de handhaving wordt natuurlijk een ongelooflijk lastig vraagstuk, omdat je het. Dat zie je ook bij die privacywetgeving natuurlijk, dat die handhaving lastig wordt. Kortom, ik denk dat de... Ja, gaat uw gang. Oh, even wachten. Ja. Ja, dat is een mooi taakje dat je rent heen en weer. Ja. Nou, ik denk dat het heel erg moeilijk is om uiteindelijk te handhaven. Want ze kunnen die regels wel bedenken, maar we hebben laatst een workshop gehad over ChatGPT. En dan heb je bijvoorbeeld, er zijn bepaalde dingen waar die machine eigenlijk geen antwoord op mag geven. Dus bijvoorbeeld, hoe maak ik een bepaalde bom? Dan krijg je als antwoord, dat mag ik niet geven. Maar eigenlijk liet die trainer zien, die trouwens een collega van ons is, dat je dat heel makkelijk door weer een paar andere vragen te stellen, dat je dat kan omzeilen en dat je uiteindelijk een soort van recept krijgt om alsnog die bom te kunnen maken. Dus ik denk dat het uiteindelijk heel goed is dat er moeten regels komen. Maar ik denk dat het dus uiteindelijk super moeilijk te handhaven is, omdat die machine, ja, om eigenlijk die regels weer te omzeilen. Ja. En als je daar een beetje handig in bent. Prompt dan, engineering is dit, hè? Ja. He, dus welke vraag stel je en dan krijg je een antwoord. En als je daar super, super handig mee bent, kun je eigenlijk steeds weer een weg vinden om toch weer meer uit die... En hoe ga je dat controleren? Want dat is denk ik heel lastig. Is heel ingewikkeld. Nou ja, in ieder geval, ik zou jullie als hogeschool willen oproepen. Kijk, ik weet één ding zeker.
En dat is een beetje pijnlijk ook wel. Ik heb dus dat boek geschreven, De Democratie Crasht. En daarin kom ik eigenlijk tot de conclusie dat digitalisering ook het politieke debat heel erg heeft beïnvloed. En dat we als politici door al die verschillende invloeden van digitale technologie steeds minder goed in staat zijn om op een rustige, inhoudelijke manier over onderwerpen na te denken. Dus we worden gedwongen om de hele tijd onszelf te profileren via allerlei platforms, in beeld te komen, filmpjes van debatten op Twitter en op Facebook te zetten. Politici zijn steeds meer bezig met beeldvorming en steeds minder met besluitvorming, zou je kunnen zeggen. En dat is een ontwikkeling die heel problematisch is, want daardoor denkt de politiek steeds minder goed na over die onderwerpen die eigenlijk steeds complexer worden. Dus je kunt wat mij betreft de conclusie trekken dat de politiek in een soort van besluitvormingscrisis zit en het steeds lastiger zal vinden om op een rustige, op waarden en complexiteit gebaseerde manier over onderwerpen te praten. En dat betekent dat ook andere organisaties, andere geledingen in onze samenleving, en daar wil ik jullie toe oproepen, die zijn dus nodig om mee te denken en mee te doen over dit onderwerp. Dus dat zijn onderzoekers, dat zijn praktijkmensen, dat zijn ambtenaren, dat zijn alle mensen die het werk echt doen op dit gebied. Dus ook jullie als hogeschool, maar ook inderdaad andere onderzoeksinstellingen. En ik zou echt zeggen, blijf dit soort dingen organiseren. Want het is echt nodig dat we alle denkkracht die er is ook inzetten om dit onderwerp op een goede manier in goede banen te leiden. Om het onder controle te houden. Dus jullie zijn wat dat betreft als hogeschool denk ik ook nodig om mee te blijven denken over dit onderwerp. Want de politiek vindt er van alles van. Heeft er heel weinig kennis ook nog eens van. Het gaat veel te snel, ze zijn met veel te weinig, dus het is gewoon heel ingewikkeld om het te doen. Dus dat was mijn oproep. Zijn er nog vragen? Sorry, hier in het midden was ook nog een vraag. Ja. Ik had zelf nog een opmerking over die stelling over of ChatGPT goed is voor het onderwijs. En eigenlijk is het ook wel oneerlijk om het op die manier te vragen, omdat het dan specifiek ChatGPT benoemt en niet tekstgenererende algoritmes in het algemeen. Want die ChatGPT zelf, die plagieert gewoon. Er is nu een rechtszaak gaande in de Verenigde Staten over OpenAI Codex, het project dat vanaf GitHub vrije softwareprojecten eigenlijk gewoon de code ervan scant. En dat hij daaruit dan weer zelf code kan genereren. Terwijl heel veel van die vrije softwareprojecten onder licentie zijn uitgebracht. Een deel van die licenties die vereisen attributie. Die vereisen attributie. Dus ze willen dat je citeert waar de originele code vandaan komt. En dat doet ChatGPT niet. En als ze dan zeggen dat we wel tekstgenererende algoritmes gebruiken die op de juiste manier naar bronnen verwijzen en die verwijzen naar waar ze informatie vandaan halen, dan denk ik dat het juist wel goed is voor inclusiviteit. Dan kun je ook weten welke informatie die bron waar die informatie uit had niet goed heeft en welke informatie de juiste is. En bijvoorbeeld ook voor mensen met mindere taalvaardigheid, dan zou het juist wel goed zijn. Ja, helder. Oké, ik denk dat het alleen maar een hele mooie nuancering is en ook een aansluit op wat. Ja, mevrouw, u had ook nog een. Mag ik wel? Nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens, hè? Met die emancipatoire werking van ChatGPT. Als iemand minder taalvaardig is, dan moet je er juist alles aan doen. En ik ben docent taalvaardigheid. Daartegenover zit mijn collega. We hebben er vanochtend over gedebatteerd. Als docenten. Die zitten ook best wel ver uit elkaar. Als docenten taalvaardigheid. Wij leren dus D'tjes en T'tjes. Zo erg ja? is het. Ja, ik ben er gek op. Ja, nee, maar dat is om te beginnen al belachelijk. Dat wij hier op de Haagse Hogeschool daar aandacht aan moeten besteden. Dat had al lang in orde moeten zijn. Eens? Dat vind ik dus al een fout van de politiek, van het ministerie van Onderwijs. Ik vind het een schande dat wij dat soort basisvaardigheden moeten leren. Maar juist als je... Ik vind het eigenlijk minachting als je zegt van, nou, ik ben niet zo taalvaardig. Je kan je toevlucht nemen tot ChatGPT, dan neem je iemand juist niet serieus. Zo denk ik erover. Ja. Je moet
er alles aan doen om een student die niet taalvaardig is, en dat proberen we ook, om dat gewenste niveau te krijgen. Ja, okay. Daar doen we ons best voor. En wij hebben bedacht om studenten hun schrijfopdracht te laten maken hier op school, op computers die afgesloten zijn van internet. Dat is onze oplossing op dit moment tegen ChatGPT. Maar en wat me verder opvalt is dat, ik sprak net nog een collega in de wandelgangen van, die is juriste. En die zegt, oh, ik ben helemaal fan van ChatGPT, ik vind het geweldig. Dan denk ik, jeetje mina, er zijn zoveel verschillende meningen binnen deze school al daarover. Hoe komen we tot een eenduidig beleid? Je komt eigenlijk niet verder dan je eigen vakgroep. Hè? Dat valt me dus ook op. Maar ik vind het gewoon een vorm van verontmenselijking. Mm-hmm. Als je Mooi. Voor je ook. Schrijfvaardigheid je toevlucht moet nemen tot ChatGPT. Ja. Ik vind het zielig. Nou, zielig is sterk uitgedrukt. Maar uw term ontmenselijking doet mij heel erg denken aan de term vercomputerisering. En er zijn dus ook mensen die zeggen, we hebben de mens eigenlijk steeds meer gereduceerd tot eigenlijk de manier waarop computers bepaalde dingen doen, waardoor we eigenlijk als mens ook onszelf eigenlijk in de vingers hebben gesneden. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat u zegt. U zegt eigenlijk van, mensen zouden zelf in staat moeten zijn om die taalvaardigheid te hebben. Nou, dan kom je weer op de discussie in hoeverre is het dan een aanleg en in hoeverre kun je het leren. Bij mij schoot ook de term dyslexie weer door mijn hoofd. Er zijn gewoon mensen die hebben dyslexie. En nou, ja, maar het is wel lastiger om met dyslexie bepaalde textuele vermogens te hebben. Ja, oké, okay, maar goed, er zijn ook heel veel mensen met dyslexie die dat niet kunnen. Maar dat voert voor nu te ver. Ik vind ook uw punt, de ontmenselijking is ook weer een aardige. Nou, kortom, jullie zijn er ook nog niet helemaal uit hier op de Haagse Hogeschool. Misschien wel even een positief einde. FD vandaag staat een artikel Leiderschap en AI. Ja. En we hebben natuurlijk steeds meer informatie. En die productiviteit is niet gestegen, maar waar in de jaren 80 beslissingen moeten worden genomen en met heel weinig kennis, heb je nu bijna alles op tafel. En een van de kerneigenschappen van een goede leider, tenminste dat zeggen ze in dat artikel, is iemand die snel en goed beslist. Dus dat is volgens mij waar je verder mee komt. Snel en goed beslissen. Sneller. Dus als je kijkt naar de politiek, beslist. Oké, ja, maar prima. Ik. Ja, we gaan in ieder geval snel en goed een einde aan maken nu. Want anders dan zit ik helemaal bij de tijd. Ik vond het ontzettend leuk. Kees, dan mag ik jou van harte bedanken. Ja. Voor in jouw drukke schema, want we hebben inderdaad allemaal van de week gelezen waar jij druk mee bezig bent. We hebben ook op dit moment gezien hoe taai die discussies zijn, hoe ingewikkeld die vraagstukken zijn. En ik denk dat jij ons een heel mooi middel hebt geboden. Laten we op onderzoek uitgaan, laten we echt ontdekken welke waarden nu echt in het geding komen in die discussies die we inderdaad in de vakgroepen, die we hier met elkaar in de organisatie tussen individuen met elkaar voeren. Dankjewel, succes ook met je petitie en dank voor je komst vandaag naar de Haagse. Dankjewel.